Ik ga jullie wat uitleg geven bij de tekeningen die ingeleverd zijn van de opdracht De Vier Kopjes. En ik geef wat advies voor jullie om bij de volgende tekeningen te voorkomen dat dezelfde fouten worden gemaakt. Nou, ik begin met de eerste tekening. Als je kijkt naar dit kopje, dan zijn er een paar dingen die vreemd zijn. De bovenkant is rond, dat betekent dat je van bovenaf in het kopje kijkt. Maar de onderkant is plat. Dat is raar. Dit is beter. De bovenkant is rond, de onderkant is ook rond. Het tweede wat vreemd is aan het kopje, is dat de lijntjes als patroon op het kopje van links naar rechts lopen. Het lijkt dus alsof jij hier aan de zijkant dit kopje hebt getekend. Want als ik hier een patroon in zou tekenen, zouden de lijntjes van links naar rechts lopen. Zeg maar. Maar dan heb je in ieder geval het gevoel van dat dit een heel plat kopje is. Nou, als we gaan kijken naar deze tekeningen, dan zit het redelijk goed in elkaar. Je ziet hier schaduw, de eigen schaduw in het kopje en aan de buitenkant van het kopje en de slagschaduw. Misschien een tip bij zo'n tekening is, de schaduw die het dichtste bij het kopje zit, is eigenlijk het donkerste. Dus je zou hier nog wat overgang kunnen maken tussen donkergrijs en lichtergrijs. Dit ziet er redelijk goed uit. Deze, mooi patroon, mooi van kleur, goed getekend, loopt mooi rond, zeg maar. Dus dit is eigenlijk een tekening die heel fraai is. Jammer is een beetje dat zo'n kopje een beetje scheef staat. Dan let ik op de details. Dus dat zou iets beter kunnen. Volgende vier kopjes, deze. Je moet bij het tekenen van een kopje opletten dat de ellips aan de bovenkant mooi recht loopt. Dus als ik een lijn er doorheen teken, loopt die lijn horizontaal. Je ziet dat deze ellips scheef loopt. Dat is jammer. Hier zit eigenlijk een vergelijkbaar probleem als bij dit kopje hierboven. Ietsjes minder. De bovenkant van het kopje loopt rond, dus de lijntjes moeten ook rondlopen. Als die lijntjes recht lopen, loopt het kopje plat aan de zijkant. Dit is fraai van licht en donker. Ik zou jullie wel willen adviseren om niet te vegen in het potlood. Want als je veegt in het potlood, dan krijg je een hele matte grijstint. Tekenend kun je dat mooier doen. Ik heb hier volgens mij nog een paar voorbeelden. Hier een kopje met qua vorm prachtig getekend. Hè? Mooi ruimtelijk. Schaduw, hier slagschaduw zit er goed op. Het is wel jammer dat als deze schaduw donker is en deze schaduw is zo donker, dat het kopje hier zo licht is. Dus het had hier aan deze kant wat donkerder mogen zijn. Dit is mooi, dit patroon. Hè? Hier feller rood dan daar. Prachtig. Maar je hebt wel het gevoel dat hier aan de onderkant, dat die ellips een beetje in een puntje eindigt. Dan heb je daarboven ook. En hieronder is dat dan eigenlijk beter. Hier loopt die ellips mooi rond, want het kopje is ook rond. Maar wel fraai getekend, maar zeker met die twee primaire kleuren. Nou, ga je kijken naar deze twee tekeningen hier. Dan zit hier ook iets vreemds aan de bovenkant van de ellips. Want als ik hier een lijntje doorheen teken, hier op deze manier, dan is de onderkant van de ellips kleiner dan de bovenkant. Deze is beter getekend. Dit vind ik trouwens wel erg fraai hoor, hoe je zo de bovenkant van het oortje ook nog eens goed tekent. Maar ook dit kopje staat een beetje scheef en dat is jammer. Nou, dit patroon ziet er heel spannend uit. Het is wel zo, als ik hier een lijntje door ga tekenen hier, dan wordt het een heel voorzichtig ellipsje, hè, om zo maar te zeggen, heel voorzichtig. En hij zou iets ronder mogen, dan zou hij ook ronder lijken. Nou, dit zijn dus enkele voorbeelden van waar je op moet letten als je je kopje aan het tekenen bent. En ik hoop dat je met deze uitleg het zelf goed voor elkaar krijgt.